Oké, dus voor de mensen die advies hebben genomen, hebben we dus eigenlijk dezelfde garnituur genomen als voor het vlees. Het enige verschil is het vlees en de vis. En de saus. Dus voor de saus hetzelfde principe als het hoofdgerecht, gewoon opwarmen in een pannetje, geen mixen. En de vis is ook 5 minuten op 200 graden, evenals de garnituur en het vlees. Je moet alles een beetje op voorhand uithalen, maar dat staat ook op de doos, dat alles een beetje op kamertemperatuur kan komen, hè? Want in de oven is het altijd wat anders. Het enige verschil met de veggies is een andere saus, truffelsaus eigenlijk, die dat je ook opwarmt in een pannetje. En de comté-kaas. Dus de comté-kaas die doe je gewoon op de bloemkool, net zoals dat we de bloemkool hebben gedaan en de pinda. Mocht je gewoon die kaas erbij opdoen op de bloemkool en laten roosteren. Dan ben ik gegratineerd eigenlijk. En dan de saus erbij opwarmen en erbij gieten. En voor de rest is hetzelfde. Alsjeblieft.